Welkom bij 3 minuten dronevluchten met vandaag de stikstoffabriek in Zuidbroek. Om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te brengen naar nul, is de uitbreiding van de stikstofinstallatie nabij Zuidbroek een noodzakelijke maatregel. Door de uitbreiding kan een reductie van ongeveer 7 miljard kubieke meter Groningengas per jaar worden gerealiseerd. Dat is ruim 25% van de binnenlandse verbruik van laagcalorisch gas in 2017. Door stikstof bij te mengen aan geïmporteerd hoogcalorisch gas kan pseudo-Groningengas worden geproduceerd dat geschikt is voor cv- en kookapparatuur in huishoudens. De installatie beslaat een terrein van ruim 12 hectare en krijgt een capaciteit van 180.000 kubieke meter stikstof per uur. Deze capaciteit is ruim 10 keer groter dan de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek. Na bijna anderhalf jaar vertraging is GasUnie begonnen met het testen van de stikstoffabriek bij Zuidbroek. De aannemers zijn bezig met de laatste afgerondde werkzaamheden en de eerste stikstof werd in september 2023 geproduceerd. Op het terrein wordt stikstof uit de lucht gehaald en gemengd met buitenlands gas. In de 3 herkenbare torens, zichtbaar vanaf de A7 en de N33, wordt stikstof aan de buitenlucht onttrokken. In de torens wordt dat schoongemaakt en afgekoeld tot min 180 graden Celsius. Dan kunnen de stikstof en zuurstof worden gesplitst. Na het splitsen gaat de stikstof naar een grote hal. 8 grote compressoren brengen het vervolgens onder grote druk naar het mengstation. Het mengstation ligt even verderop. Daar wordt het Noorse gas gemengd met de stikstof. Het mengen gebeurt onder de grond vanwege het harde geluid. Bouwers van de installatie werden bedreigd door tegenstanders van de fabriek. Corona zorgt de vertraging en de hoofdaannemer belandde in een conflict met de onderaannemer. Op 1 oktober 2023 is de installatie in bedrijf gesteld.